Ik droomde. Ik droomde dat ik wakker was geworden. Ik droomde dat ik wakker was geworden in een Escherschilderij. Een rare droom, want Escher was geen schilder. Hij tekende en etste. Hij sneed houtsneders. Hij schetste. Maar veel kwasten en penselen had hij niet. Maar zoals dat gaat in dromen, kan een leugen je als waarheid overkomen. En klakkeloos geloof je wat je ziet. Opeens schoof alle logica opzij. Ik droomde dat ik wakker was geworden in een Escherschilderij. De wereld was de wereld die ik kende, maar in ander perspectief. De nacht was dag. Wat recht was, kreeg een kromming. De uitersten versmolten en een tedere revolte draaide alles samen tot één uitgangspunt. Wij waren plots gevangen door de tekenaar en zagen zijn verlangen naar harmonie. Ons werd een blik gegund op vrede die zich uit zijn hand verhief. Die wereld was de wereld die wij kennen. Maar in Escher's perspectief. Ik voelde hoe die wereld mij ontglipte. Aan het einde van mijn slaap. Er vielen langzaam gaten in het wonder en al het schone, virtuose onderging metamorfose en het transformeerde weer tot schuim en as. Dat is hoe het gaat bij dromen. Stap voor stap wordt de illusie ontnomen en wat rest is alles wat er eerst al was. En nu ik van die droom de scherven raap, verlang ik naar die wereld. Maar hoe vind je ooit een droom terug in je slaap?